Hallo en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kanaal Start. Mijn naam is Geoffrey van Tube Totaal en in Kanaal Start bouw ik samen met Hoe Gaat Dat een nieuw kanaal vanaf de grond op. En ik laat jullie stap voor stap zien wat wij doen om een kanaal succesvol te maken. In de voorgaande afleveringen hebben we het gehad over de ontwikkeling van het kanaal en wat er allemaal bij komt kijken. En we hebben het gehad over hoe je goede video's maakt. Maar we moeten het natuurlijk ook nog hebben over hoe je kijkers op je kanaal kunt krijgen. Dat gaan we in de komende afleveringen doen. En in deze aflevering gaan we het hebben over de YouTube community en hoe jij daar je eigen plekje in kunt vinden. Als je alle afleveringen tot nu toe gevolgd hebt, dan weet je dus hoe je een goed kanaal opbouwt en hoe je goede video's maakt. Maar daarmee ben je er nog niet. Als je alleen maar video's uploadt op je kanaal en verder helemaal niets doet, dan is de kans dat mensen jou gaan vinden heel erg klein. Als ik bijvoorbeeld een nieuw kanaal zou maken en al mijn video's van Tube Totaal daar zou uploaden zonder dat ik verder iets doe, dan zou ik daar echt niet zoveel abonnees krijgen als ik nu op Tube Totaal heb. Je moet dus echt actief aan de slag gaan om kijkers voor je video's te vinden. En de YouTube community kan je daar echt bij helpen. We gaan het in deze video hebben over wat de community is, hoe je de community in kaart kunt brengen en hoe je je kanaal kunt laten groeien dankzij de community. Dus laten we snel beginnen. Als je net begonnen bent op YouTube, dan draait YouTube voor je gevoel vooral om jou. Je kent nog helemaal niemand en niemand kent jou. Maar YouTube is natuurlijk veel groter dan alleen maar jouw kanaal. Er zijn talloze YouTubers, groot en klein, die ook allemaal video's maken en hopen dat ze daarmee kijkers krijgen. Het lijkt een beetje op het spel Agario, maar dit is dus de YouTube community waar jij ook deel van uitmaakt. Nu zitten er natuurlijk grote verschillen tussen deze YouTubers. Je hebt bijvoorbeeld gamekanalen, vlogkanalen, beautykanalen, reviewkanalen, muziekkanalen enzovoorts. Dus binnen die grote YouTube community heb je dus ook een paar subcommunities. Bijvoorbeeld de gamekanalen. En je hebt misschien ook wel de beautykanalen. Of wat dacht je van de vloggers? Met ons nieuwe kanaal Create the Tools maken we reviews van techniekproducten. Dus in welke community zullen wij vooral kijkers kunnen vinden? Dat is natuurlijk de techniek community, omdat daar echt mensen zitten die in techniek geïnteresseerd zijn en die daar reviews van willen zien. Maar, nou komt er bij Create the Tools iets meer kijken, want wij maken vooral reviews van YouTube gerelateerde producten. Dus dat betekent dat ons publiek niet alleen bestaat uit mensen die van techniek houden, maar ook eigenlijk uit alle mensen die actief video's op YouTube maken. Dus onze community kan als het ware zo door alle communities heen getekend worden. Dus eigenlijk kun je ons kanaal in twee communities onderbrengen, maar laten we ons voor het gemak even op de techniek community focussen. Als je weet wat je community is, dan wordt het tijd om hem eens een keertje in kaart te brengen. En voor grote communities, zoals de gamekanalen, is dat natuurlijk wel makkelijk. Want dan kom je vanzelf uit bij dus David, Dies Games en dat soort kanalen. Maar voor kleinere communities, zoals techniekreviewers, is het allemaal wat lastiger, omdat de top YouTubers daar niet zo heel erg bekend zijn. Maar gelukkig heb ik daarvoor een speciaal hulpmiddel en dat is de YouTube kanalenzoeker. Oké, hier zijn we dan bij de YouTube kanalenzoeker en deze website is totaal geschikt om allemaal kanalen te vinden. En je kunt hier dus instellen wat je precies wilt, dus je kunt hier de categorie instellen. Nou, in ons geval is dat natuurlijk wetenschap en technologie, want Create Tools is een techniekkanaal. Dus we gaan nu eens kijken wat voor kanalen we vinden. En hij heeft dus 887 techniekkanalen gevonden, of wetenschapkanalen. En die kunnen we ook sorteren op abonnees. En hiermee kunnen we dus echt de grootste techniekkanalen vinden. All About Phones, dat is wel een bekend kanaal. Die zijn ook goed bezig, 22.000 abonnees, dus die gaan we abonneren. En hier hebben we Beste Product, die kunnen we ook abonneren. Dus eigenlijk ga je dus op die manier door de resultaten heen. En je kijkt gewoon, wat zijn voor mij interessante kanalen? Wat zijn kanalen met wie ik me kan identificeren? Of die goed bij mij passen? En dat hoeft dus niet alleen maar de grootste kanalen te zijn, maar we kunnen ze dus ook omdraaien. Ik ga even een nieuwe zoekactie doen. En dan wil ik bijvoorbeeld ook wel eens een keertje de kleine kanalen hebben. Dus tussen de 50 en de 500 abonnees. Laten we die gewoon eens nemen. Oké. Wat is deze?
Yo mensen, vandaag hebben we hier deze laptop en dit is de 14 inch Chromebook. Kijk, dit is echt een tech reviewer. Dus die gaan we meteen even abonneren. Hoppa. Het gaat er dus om dat je dus een leuke selectie van interessante kanalen abonneert. Zowel grote als minder grote kanalen. Zodat je echt een breder blik hebt op die community. Zodat je weet wat er speelt. En ik raad je ook aan om echt zo'n 30, 40 kanalen te abonneren. Zodat je echt een goede start hebt om de volgende stap in te gaan. Je weet nu dus wat je community is en je hebt al aardig wat kanalen geabonneerd. Heel goed. Nu wordt het tijd om andere mensen in de community te leren kennen en te laten weten dat jouw kanaal bestaat. De beste manier om dat te doen is door actief deel uit te maken van de community en door goede relaties met anderen op te bouwen. Oké, en als je dan een aantal kanalen geabonneerd hebt in de vorige stap, dan heb je al een leuk lijstje met kanalen die video's uploaden. Wat je dan kan doen bij de video's is, je gaat ze gewoon bekijken. Dit is er eentje van. Yo AirTag. Mensen, vandaag hebben we hier deze laptop en dit is de 14 inch Chromebook van HP. En zoals je ziet heeft deze jongen maar 440 abonnees, dus die hoort nog niet echt bij de top YouTubers. Maar de kwaliteit die hij levert is natuurlijk wel heel goed, dus dan is het natuurlijk leuk om hem ook eventjes een toffe reactie te geven. Dus, toffe video. Naast dat je dus reacties bij de video kunt schrijven, kun je ook gewoon eens kijken wat anderen erbij schrijven. En als je bijvoorbeeld een reactie ziet waar je dus op kunt reageren, dan kun je dus dat dus doen. Bijvoorbeeld, hoppa. Maar mijn tip is natuurlijk wel om dat niet bij alle reacties te doen, want dan gaat het dus opvallen en dan denken mensen echt dat je alleen maar loopt te spammen. Maar gewoon af en toe als je een keertje een leuke reactie ziet waar je dus mee eens bent of waar je wat over wilt zeggen, dan kun je dus gewoon reageren op de reactie. En op die manier draag je dus bij aan de discussie. En het is natuurlijk ook zo dat als je ergens een reactie plaatst, of dat nou bij de video is of bij een andere reactie, dan staat hier dus gewoon je kanaalnaam met je logo. En als mensen daar overheen gaan, dan zien ze dus ook meteen waar het kanaal over gaat en wat ze daar kunnen verwachten. Dus dat is een goede eerste kennismaking voor mensen met andere kanalen. Dus op die manier word je zichtbaar in de community. Nou, wat je natuurlijk niet moet doen, is dat je reacties gaat schrijven zoals willen jullie allemaal please, please op mijn kanaal kijken? Dat moet je dus niet doen, want de meeste YouTubers hebben daar een gruwelijke hekel aan. En dat is ook helemaal niet nodig. Als je gewoon leuke reacties schrijft, dan gaan mensen vanzelf kijken op je kanaal. Niet allemaal, maar af en toe gebeurt het gewoon eens een keertje. En op die manier kun je dus één voor één je eerste kijkers binnenhalen. En als je nou wilt weten wat voor reacties wel en niet werken, dan kun je ook mijn speciale video daarover bekijken die je in de rechterbovenhoek ziet. YouTube is dus meer dan alleen maar video's uploaden. Het is ook belangrijk dat je weet wat er in de community gebeurt en dat je daar deel van uitmaakt. Bekijk de video's van andere YouTubers en probeer goede relaties met ze op te bouwen. Dat zorgt er niet alleen voor dat jouw kanaal zichtbaarder wordt, maar ook dat jij mensen leert kennen die jou echt verder kunnen helpen op YouTube. In de volgende aflevering gaan we daar nog verder op in, want dan gaan we kijken naar hoe je met andere YouTubers kunt samenwerken. Dat zie je dus aanstaande dinsdag op mijn kanaal. En natuurlijk kun je op www.kanaalstart.nl alle afleveringen nog eens terugkijken. Heeft deze video je geholpen? Geef dan even een duim omhoog. En abonneer mijn kanaal als je nog meer YouTube tips wil hebben. Dit was Joffie van YouTube Totaal. Veel succes met jouw kanaal.